Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag ga ik een get ready with me doen. Een chatty one, want we gaan praten. Ik heb jullie vragen gesteld op Instagram, die ga ik erbij halen. Allee, vragen gesteld, jullie hebben mij vragen gesteld, zal ik het zo zeggen. Die ga ik erbij halen en dan ga ik die beantwoorden. Oké, we beginnen direct met een vraag die een paar keer is gesteld. Hoe ga je om met een liefdesbreuk of een break-up? Wel, ik weet dat dat echt niet gemakkelijk is en dat het, als het gedaan is met je lief, dat het echt lijkt alsof het einde van de wereld is. Maar geloof mij, het wordt beter. Ik heb natuurlijk ook wel al 3 breuken achter de rug. En ja, het is altijd heel pijnlijk. Het is niet fijn, zeker niet. En ik denk zeker niet als jij degene bent die er nog wou voor gaan, maar de andere persoon niet. Dan is het nog erger. Maar mijn raad is dat je gewoon even een paar dagen echt moet sobben en wenen en ijs eten, snacks eten. En dan moet je denken, ik herpak mezelf, want het leven gaat door, wat natuurlijk ook is. En zeker op jonge leeftijd is een liefdesbreuk, ja, gewoon de hel en echt het einde van de wereld, wat ik heel goed begrijp. Maar je moet ook denken dat het voor een reden is natuurlijk. Als jij zelf niet de persoon bent die er een einde aan heeft gemaakt, dan ziet je die reden waarschijnlijk niet. Maar de persoon die het gedaan heeft gemaakt, heeft waarschijnlijk geen gevoelens meer voor u, is niet meer verliefd, is niet meer, ja, niet meer zo into de relatie dan dat jij bent. En dat wil al genoeg zeggen, want wilt je dan echt nog het proberen te doen werken als die persoon het toch niet meer ziet zitten? Nee, je verdient beter dan dat, vind ik. Dus ja, life goes on. Hoe hard het ook is, dat is echt verschrikkelijk hard. Zeker ook mochten er kinderen zijn of zijn je getrouwd, dat is nog iets heel anders. Dat is echt extreem hard. Maar ja, er valt gewoon niet veel aan te doen. Spijtig genoeg. En als je zelf degene bent die er een einde aan maakt, dan ja, doe je dat natuurlijk wel voor een reden. Dan denk ik wel, dat blijft pijnlijk natuurlijk, want ik ben ook al de persoon geweest die er een einde aan maakte. En dat is nog steeds heel pijnlijk om te doen ook. Maar ja, het is wel weer een reden natuurlijk. Als je niet gelukkig bent, dan is het zo. En dan moet je ook door met je leven. Mijn raad is dus, laat u gaan, een paar dagen, neem uw tijd. Laat u gewoon echt gaan, maar tijd heelt wel alle wonden. Dus het komt goed, het is niet het einde van de wereld, sowieso niet. Je gaat wel zien dat je terug gelukkig gaat worden ooit. En focus u vooral op jezelf. Nu heb je tijd voor jezelf, doe dingen die jij leuk vindt, ga met vriendinnen en vrienden weg en geniet gewoon van het leven. En zo tijd alleen, dat doet vaak ook wel eens goed. Dus ja, probeer gewoon jezelf beter te leren kennen. Doe de dingen waar je van houdt. Lees een boek. Kijk series die jij wilt zien en die je niet kon zien met de persoon waar je in een relatie mee was. Neem gewoon echt tijd voor jezelf. En ja, gewoon ook vooral jezelf graag leren zien, want dat is heel belangrijk. En dan komt alles wel helemaal goed. Maar je moet dat gewoon echt tijd geven. Tijd heelt alle wonden. Altijd. Sowieso. Heb ik iets geleerd uit mijn vorige relaties? Ja, of course. Ik heb best veel geleerd uit mijn vorige relaties.
Ik noem het twee relaties. De laatste tel ik niet eens meer mee. Maar ik heb geleerd dat liefde blind maakt, ten eerste. Door de liefde kun je zo niet meer zien wat dat je moet zien en wat dat andere mensen zien. En dat is soms heel gevaarlijk. Dus ik probeer, in mijn relatie met Niels was ik meer op mijn hoede. En dacht ik gewoon meer na, ook al was ik heel verliefd op, ben ik nog altijd, heel verliefd op Niels. Ik zorgde wel toch onbewust misschien voor een beetje meer afstand, omdat ik in vorige relaties wel een beetje het gevoel heb gehad, omdat liefde blind maakte, dat er een beetje misbruik van gemaakt werd. Niet alle relaties die ik heb gehad, maar toch twee specifiek. Dus daar probeer ik nu wel meer op te letten. En wat heb ik nog geleerd? Gewoon niet direct all-in te gaan. Ik heb natuurlijk ook veel geld shit gehad uit één relatie. En dat is ook heel kut. Dus dat heb ik ook wel geleerd. Ik deel mijn geld niet meer zo snel, zal ik het zo zeggen. Niels en ik werken allebei, dus we hebben allebei geld. We zijn evenveel waard en dat is gewoon, ik betaal eens op restaurant, hij betaalt eens op restaurant. We hebben gezamenlijke rekening, maar er was een relatie waar dat anders was en waar ik heel veel heb betaald. En dat zou ik nooit meer doen. Daar heb ik zeker uit geleerd. Ik vind dat je even waardig moet zijn, ook op geldvlak in een relatie. Het maakt niet uit als Niels meer verdient als mij of ik meer als Niels, andersom. Maakt niet uit. Het is gewoon, er moet gewoon een goede balans zijn. En natuurlijk, mocht er ooit problemen zijn of zo, we zijn er om elkaar te helpen. Maar niet om misbruik van elkaars geld te maken. Dus dat heb ik ook wel geleerd. En dan heb ik ook wel geleerd dat een relatie niet altijd perfect kan zijn. En dat had ik vroeger wel fel. Ik wou echt de relatie uit de film, zal ik zeggen. Alles moest perfect zijn. En ik wou gewoon echt de prins op het witte paard, zoals in de film. En dat is gewoon, dat kan gewoon niet. Dus dat heb ik ook wel geleerd, dat je altijd wel moet werken in een relatie. Natuurlijk, de ene relatie is perfecter dan de andere. Ik heb ook met Niels een veel beter gevoel dan in relaties die ik heb gehad. Het klikt ook gewoon veel beter. We zitten op dezelfde golflengte, wat heel belangrijk is. Maar natuurlijk hebben we ook wel eens een discussietje of zo. En ik denk ook wel dat dat moet en dat dat heel normaal is in een relatie. Dus dat heb ik geleerd. Dat het niet altijd roze geur en maneschijn is. En dat je moet werken in een relatie. Wat heb ik nog geleerd? Dat je echt jezelf moet kunnen zijn in een relatie. Dat is denk ik het belangrijkste voor mij. Om mezelf te kunnen zijn en geaccepteerd worden voor hoe ik ben. Wie ik ben. Wat ik doe. Ook in het leven. Dat is ook heel belangrijk, want daar heb ik wel redelijk wat shit mee gehad, zal ik het zo zeggen. Met, vooral het ding dan toen wat ik deed, was voor de andere persoon een groot probleem. En daar werd ik ook vaak op neergehaald. En dat zou ik nooit meer toestaan. Maar zoals ik al zei, liefde maakt blind. En dat was echt een hele toxische relatie. Toxisch. Dat heeft echt niet lang geduurd. Dat was 3 maanden of zo. Maar het was op social media. Dus het is gebeurd. Ik krijg dat ding niet open. Ik heb alles daarvan wel gewist. Zelfs video's en alles. Maar ik was zo blind. Mensen zeiden me echt van, hoe jij behandeld wordt is niet oké.
ja, ik zag het echt niet. Ik zag het gewoon niet. Ik werd neergehaald om dingen die ik deed. Ja, ik kon gewoon mezelf niet zijn. En dat besef ik nu heel goed. En dat zou ik ook nooit meer laten gebeuren. Ik ken mijn waarde. Ik weet wat ik waard ben. Ik weet wat ik iemand te bieden heb. Dus dat zou ik nooit meer toestaan. Hoe ga ik het beste om met stress en wat doe ik om mijn gedachten te verzetten? Wel, stress. Stress is vaak een grote factor in mijn leven. Ook onbewust. Ik hou heel veel stress op, vooral in mijn buik als ik stress heb. Dus wat mij helpt is ademoefeningen, meditatie, een boek lezen, leuk muziekje op, koken. Koken is echt voor mij zo'n grote ontspanning. Ik kook super graag met een glaasje wijn erbij. Dat is iets wat ik eigenlijk de laatste jaar echt zo wel heb ontdekt sinds ik alleen woon, dat ik echt heel graag kook en dat ik dat super graag doe. Ik ben er natuurlijk niet altijd heel even goed in. Ik doe mijn best en ik maak niet topgerechtjes of weet ik veel wat. Maar ik vind het gewoon super leuk om te koken. Dat is trouwens ook iets wat ik echt heb ontdekt van mezelf toen ik alleen was. Ik heb alleen gewoond, ik had geen relatie. Een jaar lang en dat heeft mij gewoon heel veel deugd gedaan. Dus terug naar de break-up, de eerste vraag. Gun uzelf tijd en ontdek ook wat je leuk vindt. Want zo komt je leuke dingen te weten. En ja, dat helpt voor mij me echt te ontstressen. Koken, een glaasje wijn erbij, leuk muziekje op, een boek lezen vind ik ook leuk. In de zon zitten of gewoon buiten zitten laat mij ook altijd op. Mediteren. Zoals ik al zei, ja, dat zijn zo mijn grootste ontstressers. En naar de acupunctuur gaan, daar kijk ik altijd heel erg naar uit. Ik ben nu 4 keren in totaal geweest, denk ik. Ik moet volgende week terug gaan als ik het goed heb. En oh, echt, ik hou zoveel spanning op in mijn buik, dat die na een maand vaak zo hard is van de stress en de spanning. En dan die naaldjes erin of de laser en alle stress glijdt precies uit, maar ik kan het niet omschrijven. Maar ja, probeer het eens, zou ik zeggen. Wat vind ik van mezelf? Mijn beste eigenschap. Jezelf complimenteren mag ook eens. Haha, kei lief. Mijn beste eigenschap. Wat vind ik mijn beste eigenschap? Ik denk dan mijn sociaal zijn. Ik ben wel een sociaal persoon. En ja, ik weet niet, is dat een goede eigenschap? Ja, ik denk het wel zeker. Ik ja, ben wel sociaal. Dan ga ik dat zeggen. En misschien ook zorgend. Ik ben ook wel een zorgend persoon voor de mensen waar ik van hou. Dus ja, dat ook wel denk ik. Wat vind ik het minst leuke gedeelte aan mijn job? Zoals jullie weten ben ik influencer, content creator. En het minst leuke aan mijn job vind ik wel dat het gewoon nooit stopt. Nooit. Maar effectief ook echt nooit. Ik werk heel graag natuurlijk. Maar het is vaak dat 's avonds nog iets moet gebeuren. Als ik in de zetel zit of dan denk, oh, dit moet nog. Of ah, ik moet nu posten. Ja, het stopt gewoon nooit. De klant is koning natuurlijk. En ja, daar ben ik soms een beetje de dupe van. Mensen snappen soms ook niet dat er veel meer werk in kruipt dan dat ze denken. Mensen denken, oh, foto's maken. It's as easy as that. Maar zien alles wat erbij komt kijken niet. Zoals de e-mails, het babbelen met de klant. Je hebt die foto misschien al 10 keer opnieuw moeten maken. Omdat de klant hem niet goed vond. Het is ook niet zomaar 1 foto natuurlijk. Maar je maakt wel meerdere foto's. Zodat de klant tevreden is. De boekhouding, administratie. Al die toestanden. Het bewerken van de foto's. Al die dingen is wat mensen niet zien
En mensen denken snel dat het easy is, dus dat vind ik ook wel een nadeel van de job. Mensen denken heel snel van, ah, zo gemakkelijk wat dat je doet. Maar believe me, mocht je gerust echt eens een week komen doen wat dat ik doe. Ik doe mijn job echt met alle liefde en ik ben super, super, super dankbaar en grateful dat dit mijn job is. Ik zou niks anders willen doen. Dit is echt mijn droomjob. Het is gewoon niet zo simpel als veel mensen vaak denken. Het is echt niet van, oh, vandaag ga ik eens een foto maken. Nee, ook als je door harde tijden gaat of alles loopt niet goed in je leven of zo. Je hebt shit of je gaat door een... je gaat door een break-up of van die dingen of je hebt iemand verloren. Ja, er wordt van je verwacht dat je blijft posten en soms wil je dat niet, maar je moet het wel doen, want het leven gaat door, je job gaat door. Dat is ook bij een andere job zo en wij kunnen ook niet zomaar zeggen van ah, ciao, salut en de kost, want mensen verwachten dat je post. Klanten ook. Dus dat is het nadeel van mijn job. Heb ik ooit mijn lippen laten opspuiten? Mensen die mij volgen, al lang volgen, weten dat ik dat heb gedaan. Ik heb daar ook nooit een geheim van gemaakt. Over niks trouwens, wat ik ooit heb gedaan. Allee, ik heb mijn borsten laten doen. Daar ben ik gewoon heel open en eerlijk over geweest. Ik heb daar ook veel meisjes mee geholpen. Wat ik ook super leuk vind. En ja, ik heb mijn lippen denk ik nu 3 keer laten opspuiten. Maar omdat ik een snel metabolisme heb, breekt mijn lichaam het heel snel af. Dus dat wil zeggen dat je het niet meer zo hard ziet. Nu, sinds de laatste keer, vind ik wel dat je het meer ziet. Dus ik ga nu, denk binnen een maand terug, samen met Céline, naar de lippen. En dan gaan we voor een beetje meer volume. Maar ik wil niet gewoon lippen als veel van die... Ja, dat is misschien... Cru gezegd, maar veel van die temptation meisjes hebben. Dat zou ik niet willen. Pas op, ze hebben dat niet allemaal. Maar je weet wel wat ik bedoel. En ja, ik wil ze wel natuurlijk hebben. Ik vind ze nu mooi. Dus ja. Heb je tips om voor de eerste keer samen te gaan wonen met uw vriend? En hoe blijft alles goed? Wel. Dat is een goede vraag. Ik denk dat je nooit helemaal weet als alles goed gaat blijven gaan, natuurlijk. Want je hebt nog nooit samen gewoond. Maar ik denk communicatie. Communiceren. Niet iets opkroppen of zo. Bijvoorbeeld, ik geef maar een stom voorbeeld. Er is nu niet iets wat Niels doet wat mij irriteert. Maar stel, als Niels altijd de wc-bril omhoog liet of zo. Wat niet is, dat Niels doet die altijd omlaag. Maar stel, als hij dat zou doen, dan zou ik in de plaats van te denken altijd, oh, die wc-bril, zou ik dat gewoon elke keer zeggen. Want Niels de wc-bril, totdat hij dat leert. Dat zou ik doen. Dus ik denk dat je goed moet communiceren als je gaat samenwonen. Ook over het eten, over de dingen in het huishouden. Bij ons ja, is dat eigenlijk wel door... Oké, we hebben ook wel in de lockdown gezeten bij corona. Dus toen hebben we zowel dat al een beetje een proef gehad. En dan wisten we wel van oké, we gaan samenwonen. Want waarom zou ik dat niet doen? Het gaat heel goed. En ja... Dan hebben we dat wel zo wat ontdekt. En hier is gewoon... Ja, alles vloeit eigenlijk heel makkelijk. Ik maak meestal het eten, ook omdat Niels later als mij thuis is. Niels doet de vuilzakken. Papier, karton, glas, containerpark. Het gras afrijden, zo de mannen dingen. En ik doe dan ook binnen de was... Doe ik stofzuigen. Stofzuigen doet hij ook wel eens soms. En poetsen doe ik. Er is wel alles gebeurd dat hij de badkamer had gepoetst. Het kan zijn op een zondag of zo dat we zeggen we gaan poetsen en dat hij mij helpt. Dus dat is ook wel alles gebeurd. En ik denk gewoon dat je goed moet communiceren en dat het dan wel goed blijft gaan. Maar ja, communicatie is gewoon heel belangrijk. Tips voor het kopen van een huis. Waar moet je op letten en hoeveel eigen inbreng?
Ik heb natuurlijk al 2 huizen gekocht en verkocht. Ja, dus ik heb wel wat ervaring met huizen kopen, zal ik het zo zeggen. Waar moet je op letten? Ja, dat is wat dat voor u belangrijk is natuurlijk. Wilt je renoveren, dan mag er wel wat mis zijn. Wilt je niet renoveren, wilt je nieuwbouw kopen? Ja, dan moet je wel letten dat de elektriciteit conform is, dat alles aanwezig is, dat er geen vochtproblemen zijn en zo van die dingen zijn wel belangrijk. Maar voor de rest, ja, is dat eigenlijk gewoon wat dat je zelf belangrijk vindt. Wilt jij dat er een heel moderne keuken is? Ja, dan moet je daarop letten. Is dat niet erg dat het een iets oudere keuken is of zo'n dingen? Ik zou gewoon een lijstje maken wat voor jullie belangrijk is en dat opschrijven. En dan, ja, natuurlijk EPC-waarden vragen. Elektriciteit, is die conform, checken, verwarming, hoe dat er verwarmd wordt, heb je gas, heb je mazoet, zo'n dingen zijn belangrijk. En ja, hoeveel eigen inbreng, dat hangt ook natuurlijk van persoon tot persoon af en van bank tot bank. Ik weet niet wat de bank tegenwoordig verwacht van eigen inbreng, maar ik denk toch wel dat dat iets is. Ik denk toch een 30, 40... 50 zelfs, misschien iets meer. Ik heb er eigenlijk niet heel veel dingen van. Allee, geen echt idee van. Maar ja, je moet toch wel iets kunnen inbrengen natuurlijk. Je kunt niet zo alles lenen. Ik heb in mijn huizen wel altijd, ja, eigen budget ingebracht. En dat maakt je lening natuurlijk ook wel een stuk minder, waardoor je ook meer speling hebt in de maand natuurlijk. Moet ook goed berekenen van als je iets gaat kopen, oké, hoeveel wil ik inbrengen? Hoeveel gaat het mij dan nog per maand kosten? Want je moet het natuurlijk wel kunnen betalen. Dat is heel belangrijk. Dat zou ik zeker berekenen. Goed met de bank praten. Want ik ken mensen die een lening hebben van 1800 à 2000 euro per maand. En oké, als je met 2 goed verdient, dan lukt dat, maar dat is natuurlijk wel al een hele hap uit het budget, vind ik zelf. En ja, dat is natuurlijk, moet je voor jezelf uitmaken. Ik vind, als ik 2000 euro aan mijn lening zou moeten betalen per maand, ja sorry, dat vind ik heel veel. Voor mij is zoiets van 1300, 1500 iets wat dat ik aan een lening zou betalen. En dan denk ik dat je wel een oké huis hebt, maar dan heb je natuurlijk ook wel wat inbreng gehad. Allee, wat moet je inbrengen? 50.000, 60.000 euro of zo. Anders denk ik niet dat zoiets mogelijk is. Dus ja, dan moet je wel echt voor jezelf uitmaken en natuurlijk bij de bank goed bevragen. Kijk, ik ben eigenlijk helemaal klaar met mijn make-up. Ik heb gewoon basic gedaan. Ik ga nog 1 vraag beantwoorden. Thalissa, je had ooit een video gepost over de pil. Welke anticonceptie gebruik je nu? Ah, wel, hele goede vraag. Want ik gebruik de pil momenteel nog altijd. Maar ik heb iets besteld online wat ik ga gebruiken. Het is een natuurlijk anticonceptiemiddel. Eigenlijk door... Er is iets verkeerd gegaan. Probeer het over een paar seconden opnieuw. Oké, dank u, Google. Maar dus, een heel natuurlijk anticonceptiemiddel waarbij je je temperatuur moet meten. Ik ben niet voor hormonen in mijn lijf. Ik word er gek van. Ik heb een angststoornis. Ik neem antidepressiva. En die angststoornis in combinatie met extra hormonen van de pil, nee. Dat is voor mij gewoon geen goede combinatie. Ik word er echt zot van. Ik heb opvliegers, ik heb mood swings en ik had dat niet voordat ik de pil niet nam. Dus ik wil terug daarvan af en ik heb iets besteld. Ik wil dat graag eerst testen, proberen, zien hoe dat allemaal werkt. En als ik daar tevreden van ben, dan ga ik daar een hele video over opnemen voor jullie. Want het is 98% effectief bewezen. Dus dat is ongeveer evenveel als een pil. En ja, ik kan niet wachten. Het is nog niet aangekomen. Ik neem de pil nog. Ik moet nog, denk ik, een week. En dan is mijn stopweek. Dus dan ga ik ook niet meer terug aan de pil. Maar ja, keep you posted, zou ik zeggen. In een video in de toekomst. Maar
Ja, ik ga er nog niet veel over zeggen, omdat ik gewoon nog niks heb geprobeerd en niet weet hoe het werkt of hoe het gaat zijn. Dus ik wil niet jullie aanzetten om iets te nemen als het eigenlijk brol blijkt te zijn. Dus ja, daar wacht ik nog op. Oké, dat was het voor deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk om u klaar te maken met mij. Ik heb gewoon basic make-up gedaan. Ik heb al een tweetal comments zien verschijnen als ik nog eens mijn make-up routine wil doen. Echt, dat ik echt uitleg wat ik doe. Dat ik echt de producten laat zien. Als jullie dat zouden willen, laat het mij weten in de comments. We gaan natuurlijk nu ook van zomer naar herfst. Dus ik ga ook mijn look wel wat aanpassen naar de herfst. Want nu doe ik ook geen foundation of zo op, alleen concealer. En ja, zoals vandaag heb ik geen oogschaduw of zo gedaan. Maar dat is iets wat ik in de herfst wel meer doe, omdat het niet zo warm is dan. Dus als jullie dat graag willen zien, mijn herfst make-up routine, laat het mij weten. Dan neem ik dat ook zeker binnenkort op. Hopelijk vonden jullie de vragen en antwoorden leuk. Hebben jullie er iets aan gehad? Vergeet zeker niet om te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie snel weer. Dikke kus.